En dan was er nog een vraag. En dit zijn die prachtige witte haren. Wat eten ze dan? Nou, dat komt ook nog. Je hebt dus een voedselpyramide. Dit is wat er allemaal in zee is. Het begint hier met hele kleine dingetjes in de bodem. En dan gaat het omhoog en omhoog. En uiteindelijk komt de zeehond, de mens, zeemeeuwen. Allemaal eten ze vis. Nou, de gewone zeehond, na 3 weken zegt die moeder, wegwezen, ik heb niks meer met je nodig, ik ga achter de mannen aan. En dan moet dat jong eerst aan het zoeken, wat eten ze dan? Hele kleine visjes, hele kleine garnaaltjes, hele kleine visjes zijn er ook, want die grote vissen kunnen ze helemaal niet eten. Dat komt pas heel veel weken later. En normaal eten ze platvis, dat zeggen die platte vissen, bot, tong. Ze lusten ook wel een haringje. Ze lusten eigenlijk van alles. Maar ze zijn wel kritisch hoor. Makreel vinden ze niet lekker. Maar weet je hoe ze dat nu kunnen, hoe ze dat weten dat het een makreel is of een haring? Ze hebben hun snorharen. Daar voelen ze alles mee. Maar ze kunnen daar ook mee op de een of andere manier mee proeven. En dan ook al komen ze erbij onder water met hun neus. Dus weten ze toch dat het een verkeerde vis is. Zeehonden zijn ontzettend slim. En heel erg goed daarin. Maar je ziet, zo gaat het dan. Maar de mens is natuurlijk wel een hele grote bedreiging voor de zeehonden. Maar ze eten zo'n 5 kilogram vis per dag. Dat zijn de volwassen dieren. Een grijze zeehond zal er wat meer eten. Maar de grijze zeehond, die eet niet in de Waddenzee. Die gaat helemaal ver weg de Noordzee op. Maar we hebben ook zeehonden natuurlijk in het deltagebied. Hè, in Zeeland, Zuid-Holland. En die blijven ook alleen in de zomermaanden met hun jongen, zijn ze daar. En in de winter liggen ze aan de buitenkant van de eilanden en gaan ze vis eten op de Noordzee. En dan...